Queen met You're My Friend, My Best Friend zelfs. En ondertussen zijn er ook weer twee vrienden bij mij komen zitten. André Lugovski sowieso en Inge Rock, de immervrolijke Inge Rock. Inge Rock, mag ik zeggen, hè? Toch? Immer, ja, er zijn momenten natuurlijk dat dat niet zo is. Hè. Dat zou niet natuurlijk. Maar die kan je wel op één hand tellen, denk ik dan, hè? Ja. Laat ons zeggen, 90% blij. Hè? Ja, voilà, zeer goed. Eerst en vooral een proficiat, maar ik ben helemaal mijn klus kwijt als ik u zo zie. Dan. Gelukkig nieuwjaar, wou ik zeggen. Gelukkig eigenlijk. Nieuwjaar, Maarten. wat mag ik jou wensen? Wat mag ik mij wensen? Ik denk verder doen waar we mee bezig zijn. En dat is, want je doet nogal wat. Hè? Ik vind het heel moeilijk om zo bij jou een kaartje te hangen van kijk, dit doet Inge Rock. Heel veel mensen vragen me dat ook. Wat doet jij nu eigenlijk? Maar eigenlijk, de noemer blijft altijd hetzelfde. Hè? Mensen inspireren voor een positiever en een gelukkiger en een gemakkelijker leven vooral. Niet zo zwaar en niet zo... Ja, maar het leven is zwaar, hè? Soms kan dat wel, hè? Natuurlijk. Tegenslag is een deel van het leven. En alles hangt ervan af wat je ermee doet, natuurlijk. Hè? Ja, neemt je dat vast om meer te worden, beter te worden, sterker te worden? Of laat je je stilaan afglijden? Ja. Meestal hebben we dat niet zo meegekregen hoe we daar moeten mee omgaan. Natuurlijk. Ja. En jij brengt dat dan mensen bij. Want je hebt een Life Academy, je hebt een Love Academy, je hebt een Rock Academy. Ja. Dat is echt... Ja, het is waar. Drie verschillende blokken die elk een bepaalde specialiteit hebben. Mm-hmm. Life Academy gaat er vooral over om mensen te inspireren om hun hele leven aan te pakken. Ja. Soms weten mensen het ook niet meer. Hè? Maar je gaat zelfs met mensen op survival, mag ik dat zo zeggen? Het is een stukje dat natuurlijk visueel heel aantrekkelijk is, ja. Hè, dat survival. Klimmen maar het gaat niet om de survival aan zich. Het gaat eigenlijk om mensen in een soort van... hoe moet ik dat zeggen, artificiële angstsituatie mm-hmm. te brengen. Ja. Zodanig dat ze zelf kunnen ontdekken wat er nog in zit en, ja. en hoe sterk ze eigenlijk zijn. Want we zijn. Zien jullie hier onderweg. Hè. Ik zou er zelf ook wel angst van krijgen. Ik heb dan geen hoogtevrees, maar toch... Ja, ieder gaat daar natuurlijk met zijn eigen verhaal in en komt daar ook met zijn eigen dingen en capaciteiten en ontdekkingen terug uit. En dat is voor ons is dat altijd schrikken wat mensen zo op 3 dagen... beleven en vooral wat ze leren over zichzelf. Dat is fantastisch. Heb jij angsten, André? Angsten? De podiumangst. Ja? Ja. Dat zou je niet zeggen als je zo ziet staan. Ik durf nooit op podium dansen. Dansen, oké. Okay. Ja, maar dan moet je liggen of dan moet je niet liggen? Dat ligt mee als ik niet moet zingen. Oké. Okay. Maar zingen en dansen tegelijk, heb je daar een oplossing voor, bijvoorbeeld? Ja, natuurlijk. Iedereen, denk ik, heeft wel ergens podiumvrees. Ik denk dat dat ook wel gezond is. Stel je voor morgen dat er niet meer is, dan denk ik dat het zelfs een beetje gevaarlijk wordt. Want dan denk je van, we doen dat even en dan... Vaak verliezen we toch net dat stukje trek dat we nodig hebben om scherp te blijven. Ook, hè. Maar natuurlijk, we hebben daar zeker oplossingen voor. We leren mensen inzicht in zichzelf. Van hoe werkt mijn geest, hoe werkt mijn lichaam? Ja. In plaats van daar jezelf op te naaien net voordat je een podium moet opstappen. Ja. Wat is zo'n tip dat je ons kan meegeven? Ademen. Ademhalen. Maar dat doen we sowieso. Dat doe ik veel. Ja. Doe ik veel. Maar echt rustig blijven. En ik sluit mezelf bijvoorbeeld. Maar wat moet je dan aan denken als je aan het ademhalen bent? Want dat vind ik, je kan wel ademhalen, maar als je je hoofd nog vol zit met gekke gedachten van wat kan er allemaal misgaan? Hier en nu. De intentie zetten van ik ga mij amuseren. Weet je, er kan altijd iets fout lopen als het live is. Kan nu ook gebeuren, bijvoorbeeld. Ja, dat hebben we net gezien. En dat is nu eenmaal zo, maar dat maakt het ook charmant. Ja. Maar voor de performer aan zich is dat wel een best uitdagende plaats om te zijn. Omdat, mm-hmm. Mijn live publiek, er kan altijd iets gebeuren waarvan je denkt, dit hadden we niet zien komen. Maar ademen helpt dan? Maar ademhaling is ontzettend belangrijk, omdat jouw hartslag naar beneden gaat. En dan gewoon hier en nu blijven en zeggen, kijk, dit is mijn moment. Ja. Ik ga ervan genieten, ik ga mij erin gooien en let's have it. Kijk, nu, pas op. Ze moeten eens een keer meegaan gewoon, hè, om als zo coach te zo backstage. Ja. Dan mocht jij ook met mij meekomen, want ik heb ook nog altijd schrik. Is dat hoor. Echt, ja? Of. Zeg maar, jij geeft trouwens mensen ook advies in de liefde. Ja, hè. Dat is mijn nieuwe stokpaardje geworden. In het hele segment van het leven ga jij nu echt beginnen luisteren. Je mag straks mijn boek meenemen, André. Ah, in het hele segment van het leven
is de liefde de meest uitdagende plaats. Hè? Ja. Ik zeg altijd, een job vinden of een huis kiezen of een nieuwe auto kiezen. Wow, dat shoppen, dat is makkelijk. Hè? Je kiest en hup, dat ding spreekt niet terug. Ja. Maar in de liefde, relaties, je bent met twee en ja, de een wil soms en de andere wil niet meer. En voor mij was dat eigenlijk ja, het meest uitdagende. Ja. En daarom dat ik mij echt 2 jaar volledig gefocust heb op relaties. En hoe help je nu mensen? Stel dat er mensen nu aan het kijken zijn die zeggen van goh, ik heb liefde nodig of ik zoek liefde. Of wat moeten we dan? Hoe kan jij die mensen helpen? Er zijn verschillende mogelijkheden. Ik zou zeggen, begin met mijn boek te lezen. Hè? Leven de liefde is mijn laatste boek, waarin dat ik gaan kijken ben van hoe stappen mensen in een relatie of hoe staan mensen in een relatie. We komen 3 manieren tegen. Er zijn mensen die heel gelukkig zijn in hun relatie, maar die dan toch ergens zo wat meer peper willen. Ja. Je hebt mensen die in een relatie zitten en die niet goed weten wat ze moeten doen. Die zeggen van, oh, is dat nu? Is er echt niks meer voor mij? Mis ik niks? Is dat de plaats waar ik moet blijven? Ja. En de derde zijn natuurlijk de grote groep van singles die er nu zijn. En ik weet wel, veel happy singles. Maar er is ook een spreekwoord dat zegt, niemand is gemaakt om alleen te blijven. Ja. Dus dat zijn de 3 groepen eigenlijk waar dat wij mee werken. En mee werken wil zeggen, enerzijds een boek lezen, anderzijds de theatervoorstelling die eraan komt. Want je speelt ook trouwens, dat moeten we even zeggen, 23 januari in het cultureel centrum van Hasselt en 19 maart in het cultureel centrum Bogaerten in Sint-Truiden. Dus dat hebben jullie alvast in jullie agenda kunnen zetten. Dus als je daar naartoe komt, dan ga je de ware liefde kunnen vinden. Ja, en pas op, Hasselt is bijna uit. Verkocht, dus je moet snel zijn ook nog. Je gaat misschien niet de ware liefde in de theaterzaal vinden. Ja. Of misschien wel, daar stak ik niet. Allee, daar zit ik voor niks tussen. Maar de mensen zijn bij deze uitgenodigd om dus naar die voorstelling te komen kijken. Of om het boek te gaan halen, om dan zo wat meer inzicht te krijgen. Ja, het wordt een heel hartverwarmende avond. Ja. Mensen gaan naar huis gaan met het gevoel van ah, er is hoop. Ik geloof terug in de liefde. Dat is een mooie boodschap. André gaat ook zorgen voor een beetje liefde, want jij gaat nog zingen voor ons. Ja. Wat ga je zingen? Voor Nicolie, voor Nicola. Oh, kijk, leuk. Vrolijk toch, hè? Heerlijk. Hallo, André, ga maar naar je microfoon toe. Inge, ik wil jou ontzettend bedanken voor jouw komst. Dank je wel, en voor jouw positieve energie die je toch heel Limburg hebt ingestuurd. Daar ben ik ongelooflijk zeker van. Hè? Ben blij. En ja, de zaalshow in Hasselt is bijna uitverkocht. Sint-Truiden, 19 maart, zijn nog plaatsen voor daar misschien? Daar zijn nog, absoluut. Ja, en dan kunnen ze naar jouw website? Best wel, hè, naar de website. En daar vinden ze alle ticketinformatie, uren, plaatsen. En dat is ingerock.be. Dus Inge, fijn dat je erbij was. En dank we sluiten dit eerste deel van Studio TVL af met muziek van Andrei Lugovski.